Goedenavond, dames en heren. Welkom bij deze raadscommissie van de 12 december. Mensen die thuis met ons meekijken en luisteren, van harte welkom. Mensen op de publieke tribune, welkom. Hiermee is deze vergadering geopend. Dan komen we bij agenda punt 2. Ik moet nog even melden dat mevrouw Kappert van Gemeentebelangen en de heer Hof van Gemeentebelangen niet aanwezig zijn. Dat de heer Jutte van Gemeentebelangen misschien iets later komt. En hetzelfde is van toepassing voor de heer Uitslag van CDA. Dan kom ik bij punt 2 van de agenda. Spreekrecht burgers. We hebben één aanmelding gehad qua spreekrecht. Vertrouwd gezicht hier, mevrouw Berghuis. Ik hoef u dan ook niet uit te leggen hoe het werkt. Gaat u achter de katheder staan. 5 minuten voor u. En blijft u na die tijd nog even staan, maar dat weet u. Ben ik zo goed te verstaan? Heel duidelijk. Oké. Okay. Geachte raadscommissie, ik heb vanavond iets meegenomen. Aan de hand daarvan wil ik u nog toelichting geven over de uitbreiding Vliegveld Lelystad. Een hulstak met prikkels. Deze prikkels symboliseren de prikkels die nodig zijn om de vliegtuighoogtes aangepast te kunnen krijgen. De hulst prikkelt ook bijvoorbeeld plaatselijk belangdorp Dalfsen, landgoederen, campings en andere organisaties. Om zich als één front naar buiten op te kunnen treden, om Den Haag te overtuigen dat het Vechtdal heel belangrijk is voor toerisme, milieu en de daaruit voortvloeiende economie. De rode bessen staan voor standvastigheid, die wij hopen te bereiken met u. Nu is er volop aandacht in pers en politiek. Straks kan het weg ebben, maar dat moet niet gebeuren. Het blauwe lintje staat voor de vecht en het groen voor het mooie landschap. De stekels staan voor blijvend prikken. Aansluitend wil ik u dit aanbieden, waarbij je als je prikt aan de hulst dat je dan vroeger een snoepje kreeg om de pijn te verzachten. Hierbij heb ik voor iedereen een kerstkansje meegenomen om de pijn wat te verzachten. Maar ik roep u op om waakzaam te blijven in het belang van alle inwoners van Dalfsen. Dat is het. Zal ik even bij u komen? Even kijken, ik wil even vragen of er nog vragen voor u zijn, mevrouw Berghuis vanuit de commissie. Meneer Nijburg van de ChristenUnie. Dank u voorzitter. Ja, ik heb één vraag. Dank voor de metafoor, die is helder, denk ik, prikkelend. Maar ik vraag me af, vindt u dat de raad of het college in dit geval te weinig geprikkeld is? Dat ze nog prikkeling behoeven? Of heeft u het echt over voortdurend blijven prikkelen? Ik wilde even afwachten wat het volgende. Het wordt straks wordt er door de college wordt er wat gezegd. En daar wil ik even op wachten voordat ik u daar antwoord op kan geven. Maar het is meer een gevoel van, jongens, het moet samen gebeuren en niet alleen maar vanuit. En ik hoop dat de gemeente daar ook van overtuigd is dat dat belangrijk is voor Dalfsen als geheel. Dank u wel, mevrouw Berghuis. Zijn er nog meer vragen? Ik kijk even rond. Nee. Okay. Dank u. Gaan wij verder met punt 3 van de agenda, vaststellingagenda. Ik stel voor die conform, zoals die voor u ligt, te gaan behandelen. Heeft iemand hier nog iets aan toe te voegen? Nee. Akkoord. Gaan we verder met punt 4 van de agenda. Haalbaarheidsonderzoek Agnietencollege van verantwoordelijk wethouder de heer Van Leeuwen. Voorbereidend besluit vormend. Hier merk ik op dat de heer Meijering van Gemeentebelangen zal vanwege een betrokkenheid van zijn partner geen deel uitmaken van de beraadslagingen bij dit agendapunt. De heer Meijering verlaat de agenda en gaat misschien wel bij zijn partner zitten. In oktober 2015 is de stadnotitie samenkomen tot de kern voor het cultuurhuisconcept Nieuw Leuzen vastgesteld.
Toen is onder meer besloten om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren voor het Agnetecollege. De uitkomsten van dit onderzoek zijn beschikbaar. Het college stelt de raad voor om nieuwbouw te realiseren voor 3,3 miljoen en daarmee fase 2 uit te gaan voeren. Afgelopen donderdag is nog een brief van de Landstedengroep toegevoegd aan de stukken. Deze staat op het RIS. Ook de beantwoording van vragen van de CDA-fractie is toegevoegd. Ambtelijke ondersteuning van de heer Laroy. Ik wil dit behandelen in twee ronden. Een informatieve ronde en een openierende ronde. En voor de informatieve ronde wil ik de beraadslagingen openen. En ik weet niet wie als eerste daar het woord wil voeren qua vragen stellen. Meneer Koetsier van CDA. Dank u, voorzitter. Wij hebben vier vragen. Eerder heeft de CDA-fractie aangegeven dat de flexibiliteit van nieuwe panden in het middengebied noodzakelijk is, omdat het lastig is in te schatten hoe de demografische ontwikkelingen gaan. We kunnen niet in de glazen bol kijken. De vraag is van hoe wordt die maximale flexibiliteit van dit pand gerealiseerd? Tweede vraag is, in het rapport staat dat het Agnetecollege bijdraagt door bijvoorbeeld te investeren in nieuw meubilair, maar er staat in zou kunnen bijdragen. Dus ik vroeg me af, is dat dan een randvoorwaarde voor het college, voor de realisering? Derde vraag is, in het rapport staat ook dat er een indicatie wordt gegeven van de vergoeding per vierkante meter voor de exploitatie. In totaal kan het Agnetecollege 108.000 euro bijdragen. Is het volgens het college voldoende voor een dekkende exploitatie? En als laatste vraag, hoe sluiten de duurzaamheidsambitie van de gemeente aan bij deze aanvraag? Kan ook heel concreet worden door hoeveel wordt binnen het budget rekening mee gehouden met duurzaamheid. Dat waren de vragen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Koetsier. Meneer Wildfank, ja, dank Partij van Arbeid. Dank u wel. Ja, laat ik beginnen met te zeggen dat ik het een mooi voorstel vind, wat in ieder geval wat ons betreft de goede kant op gaat. Hè. Dat we natuurlijk erg blij zijn met het feit dat ook het Agnetecollege hier nu instapt. Dat is allemaal prima ingestapt is. Ik heb ook gezien dat er antwoord is gegeven op de schriftelijke vragen van het CDA. Want daar gaat mijn vraag toch ook nog een beetje over. Want ik zou het ook wel graag nog even gewoon toegericht willen hebben in woorden, behalve in technische zin, van hoe dat nou beoordeeld is. Er wordt nu voorgesteld om een bepaald bedrag hier te investeren, wat fors uitstijgt boven de normvergoeding. Dat wordt gebaseerd op twee zaken. Enerzijds het verschil tussen de normbedragen en de eisen die het bouwbesluit stelt. En de andere is een wat hogere ambitie die daar vervolgens nog aan toegevoegd is. Prima wat ons betreft hoor, daar helemaal geen commentaar op. Maar ik heb ook even zitten terugdenken aan discussies die we hier hebben gehad over de destijds nieuwbouw van de Spiegel. Daar deed zich ook zo'n soort situatie voor. We hebben lang gezocht naar een mogelijkheid om dat mogelijk te maken door allerlei constructies met een inbreng vanuit eigendommen, of eigendommen, maar in ieder geval bezittingen van de Spiegel. Hoe zit dat hier nu? Ontstaat hier nou gewoon een bovenmatige toewijzing of wordt er toch op een andere manier ook gezocht om op een of andere manier het verschil tussen normbedrag en voorgestelde investering, om dat op een of andere manier toch ook in de vorm van een inbreng te realiseren? Dank u wel. Dank u wel, meneer Wildfank. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben nog één aanvullende vraag. Die van de duurzaamheid hadden we namelijk ook. En dat de laatste vraag is, het hele project is in deelprojecten geknipt. Dat is mooi overzichtelijk en ook wel handig. Maar wij missen een beetje het complete overzicht van de complete kosten, zeg maar, straks onder de streep. We geven nu weer 3, zoveel. We hebben al 2,4 uitgegeven. Wat is nou het totaalplaatje? Dat zouden we graag in meegenomen worden. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Lasje. Meneer Schuurman, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Allereerst bedankt voor het opstellen van het voorstel en het beschikbaar stellen van het rapport. We zitten bij fase 2 van de WOC en bij de voorbereidingen hadden we nog wat vragen. Maar na het lezen van het rapport waren eigenlijk de meeste vragen al beantwoord. Duidelijke verantwoording wat ons betreft over de noodzaak om een hoger budget te vragen dan wettelijk verplicht is. En ook duidelijk gemotiveerd waarom er geen directe initiële bijdrage is van Landsteden.
Nog één vraag over. Is er al iets te zeggen over een mogelijke btw-teruggave die er plaats gaat vinden bij de bouw? Dat was de laatste vraag die nog over was. Dank u wel, meneer Schuurman. Meneer Rooijakkers. Ik heb geen vragen, voorzitter. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ik heb nog even een vraag over waarom voldoet een sober en doelmatig gebouw niet en wordt er juist gekozen voor een hoger ambitieniveau? En toch met betrekking tot die duurzame maatregelen, die kunnen een extra kosten met zich meebrengen. En in welke orde moeten wij denken? Moet dit dan ook vanuit de algemene reserve komen of heeft u daar iets anders voor bedacht? Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Van Leeuwen is nog ijverig aan het schrijven. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Het gaat inderdaad op de afronding van het fase 1, het haalbaarheidsonderzoek voor deelname van het Agniet College aan het project WOC Campus. De heer Koetsier vraagt de flexibiliteit van de nieuwe panden, hoe wordt dat gerealiseerd? Wij starten met een bouw van een school die geprognosticeerd is op ongeveer 225 leerlingen. We hebben de architecten de opdracht meegegeven dat ze zich moeten realiseren dat het, als dit een succes wordt, wel eens een gebouw zou moeten kunnen worden voor 450, het dubbele. Dus dat het gebouw modulair uit te bouwen moet zijn. Dus dat is een opdracht die ze mee hebben gekregen. Daarnaast wordt er, maar daar kan de heer Larooy ook nog wel een en ander over zeggen, binnen de constructie flexibel omgegaan met het gebruik van elkaars ruimte. We proberen echt om de ruimte multifunctioneel te maken waar mogelijk, zodat je niet straks een technieklokaal hebt alleen voor het Agnietencollege, maar dat daar het basisonderwijs ook gebruik van zou kunnen maken, of een kooplokaal. Vergaderruimte die je van elkaar over en weer kan gebruiken, als je dat maar goed programmeert. Dus daar moet u de flexibiliteit in zoeken. De bijdrage van het Agnietencollege, is dat een randvoorwaarde van het college? Ja, dat is een randvoorwaarde voor het college. Wij vinden dat zij daar ook substantieel in mogen bijdragen. Dat zullen ze ook doen. Die afspraak is gemaakt met het college van bestuur. Dat gaat natuurlijk om eigen inrichting. Maar we moeten ook niet vergeten dat straks het oude gebouw terugvalt aan de gemeente. En de opbrengsten daarvan, die zullen weer terug kunnen vloeien naar de algemene reserve vrij besteedbaar. Zoals we dat altijd doen. Dat is op dit moment nog wat moeilijk om daar precies getallen aan te knopen. Maar dat is wel de lijn die we willen volgen. U vraagt, is 108.000 euro voldoende voor de exploitatie? Volgens mij is dat nu juist wat we in fase 2 willen gaan onderzoeken. Dus ik moet u daar het antwoord op dit moment over schuldig blijven. De duurzaamheidsambitie, dat is in eerste instantie, ik wil niet flauw doen om hem terug te leggen, maar de Raad heeft een duurzaamheidsambitie. Die willen wij graag als college waarmaken, realiseren. We zitten hier met een enorm voordeel, namelijk dat in de Rabobank, daar zit een WKO-installatie en die is uit balans. Die kan nog 30% meer aan dan wat die nu doet. Zoals het er naar uitziet, is dat voldoende, aangevuld met zonnepanelen, om het hele complex van energie te voorzien. Maar dat wordt onderzocht. Dus ook onderdeel van het onderzoek, maar dat krijgt u straks in januari als u de twee varianten uitgewerkt krijgt. Dan zit dat erbij in. De heer Wildvank, het bedrag dat geïnvesteerd wordt, dat is een stuk boven het normbedrag, dat klopt. We hebben geprobeerd uit te leggen, maar misschien dat de heer Larooy daar straks nog iets op door kan gaan. Het normbedrag dat VNG hanteert, dat is sinds 2011, doe ik het even uit mijn hoofd, naar beneden bijgesteld. Terwijl het bouwbesluit iedere keer steeds kritischer is geworden, waarbij je meer moet doen.
Ja, daar zitten we tussen, eigenlijk een beetje in een spagaat. Maar voor het normbedrag kunnen wij niet een school realiseren die ook aan het bouwbesluit voldoet. Dat lukt gewoon niet. Meneer voorzitter, mag ik daar even op, want anders krijg ik de vraag, eigenlijk de vraag niet beantwoord. De vraag was meer van, levert dit nou gewoon een bovenmatige bijdrage op of wordt er een andere vorm gevonden voor compensatie? Nou, wij hopen nou juist door die duurzaamheidsinvestering te doen, in de exploitatie een gunstige resultaat te kunnen boeken. Daar zijn ook afspraken over gemaakt met het college van bestuur van Landsteden, dat dat investeringen zijn die weer terug moeten vloeien naar de gemeente. Bovenmatige toewijzing. Als u de VNG normbedragen hanteert, zou je dat zo kunnen uitleggen. Als u het bouwbesluit bekijkt, dan vind ik dat dat niet zo is. En onze conclusie is eigenlijk dat VNG haar normbedragen zou moeten aanpassen. ChristenUnie, mevrouw Lasje, deelprojecten. Ja, daar hebben we bewust voor gekozen. Op dit moment is onder leiding van de heer Laroy het onderwijs samen met de bibliotheek bezig om een plan van samenwerking uit te werken. Dat gaat met name over het basis, het protestants-christelijk basisonderwijs, samen met het Agnietencollege. Daar worden goede vorderingen gemaakt. Wij verwachten eigenlijk, zoals het er nu voor staat, dat we de tweede helft van 2017 in gesprek moeten kunnen gaan met het basisonderwijs om te komen tot realisatie van hun wensen om het totaal van het WOC-campus klaar te maken. U vraagt, en ik begrijp het, dat u de complete kostenoverzicht wil zien. Die laatste fase weet ik gewoon niet. Wat we nu hebben, dat is duidelijk. Maar dat laatste stukje, dat durf ik u nog niet te zeggen. Daarbij wordt wel heel zorgvuldig omgegaan met de investeringen. Er is nu een openbare school, de Tweemaster. Daar staan bij mijn weten 5 lokalen leeg. Als je dan gaat verhuizen, dan heb je dat in je achterhoofd. En dan ga je niet een hele grote school nieuw bouwen. Nee, je gaat uitsluitend bouwen voor de behoefte die er is. Twee weken geleden zijn we wezen kijken bij een project in Zwolle, waar een katholieke kleuterschool, ja, de eerste fase ook, hè, van primair onderwijs, gebouwd is aan een protestants-christelijke school. Daar hebben we het voorbeeld gezien van hoe je techniekruimte en kookruimte over en weer van elkaar kunt gebruiken, terwijl het toch twee volkomen gescheiden scholen zijn met hun eigen identiteit en hun zelfs een compleet verschillende onderwijskundige visie. Dus die ruimte moet er wel zijn, maar benut wel de mogelijkheden om dingen samen te doen en zo de investeringen laag te houden. Dus daar steken we echt op in. Wethouder, mag ik even inbreken? Mevrouw Lasje wil even wat vragen, want ik denk dat ze een andere bedoeling had met de vraag. Ja, dat klopt, voorzitter. Dank u wel. Ik had inderdaad een andere bedoeling. Ik heb zelf zitten tellen, namelijk 2,7 voor dat, 3,7 voor dat. Dus dan moet je nu zelf optellen uit de vorige stukken wat het totaalbedrag is. Dus daar ging het om. Ik snap best dat u het laatste nog niet heeft. Maar een beetje een overzicht van, hey, als we nou straks alles, waar denken we aan? Op hoeveel miljoen zitten we dan? Dat is wat we graag zouden willen weten. Ik zit nu op ongeveer 9. Maar u kunt van mij een overzicht krijgen als u dat wil. Maar de verschoning voor dat laatste stukje van het basisonderwijs, want dat gaat niet lukken. Maar u kunt van mij het rekensommetje krijgen, dat is niet zo heel moeilijk. We hebben hier soms wel eens moeilijkere sommetjes. Meneer Schuurman, BTW-teruggave bij de Brouw. De projectgroep is daar druk mee bezig geweest. Misschien dat meneer Laroy daar zo meteen iets over mag zeggen, voorzitter. En de heer Veldhuis, waarom voldoet sobere bouw niet? Nou, ik hoop dat u dat gedeeltelijk heeft kunnen volgen uit het antwoord aan uw collega de heer Wildvank. Het is helemaal niet gezegd dat het geen sobere bouw zou zijn. Alleen, wij moeten wel voldoen aan de wettelijke eisen van het bouwbesluit. En dat heeft ook alles te maken met frisse scholen, voldoende zuurstof, noem maar op. En daarvoor moeten we investeringen doen.
duurzame maatregelen worden die betaald uit de algemene reserve vrij besteedbaar. Als daar meer kosten uit zijn, dan zal de Raad daarover een besluit nemen in eerste instantie in adviserende zin in januari en in definitieve zin in maart, meneer Laroy? April. Dan neemt u daar het besluit over. Dan zijn er nog een paar dingen voor meneer Laroy, voorzitter. Ja, ik wil nog even inhaken op uw antwoorden, meneer Verleeuwen. U had het over de installatie in de Rabobank, een WKO-installatie. Ik ben geen techneut, ik zou niet weten wat het is. Ik had die vraag van uw collega Rooijakkers verwacht, maar, maar die weet het. Het is een warmte-koude opslag. Dan is er een boring heeft er plaatsgevonden, er wordt grondwater opgepompt. En dan vindt er een uitwisseling plaats van warmte en koude. Weer wat geleerd. En dan geef ik nu het woord aan meneer Laroy. Dank u wel. Ik wil nog even ingaan op een vraag, ook over die flexibiliteit, waar het CDA om vroeg. Het is zo dat we in de werkgroep die er geweest is, ook hebben gekeken van wat als de school iets groeit. En het Agnieten-college gaf zelf aan van als we juist zoeken naar de combinatie van de gebouwen, het cultuurhuis, de sport en de school, had het Agnieten-college ook de verwachting, als er gewoon eerst enige uitbreiding nodig is, verwachten we dat gewoon dat opgevangen kan worden binnen de voorzieningen van bijvoorbeeld het cultuurhuis. Dat je daar ruimtes hebt op het moment dat het echt om klassen gaat die gewoon meer bebouwing nodig hebben, meer huisvesting. Ja, dan moet je de stappen maken tot extra huisvesting. En dat heeft de wethouder aangegeven, dat heeft de architect ook nadrukkelijk van ons meegekregen om in het ontwerp te betrekken. Dan heb ik nog een punt staan over de BTW. Dat zijn niet de meest eenvoudige punten. Ook hier speelt een aspect dat er eigenlijk door de combinatie van de gebouwen zijn er ook verschillende regimes eigenlijk die elkaar raken. Wel en niet BTW compensabel. Het gaat om cultuurhuis, het gaat om sport en het gaat om onderwijs. En met name in de BTW-teruggaaf gaat het uiteindelijk om de verhouding te zoeken in je gebouw en in de activiteiten die voor BTW-teruggaaf in aanmerking komen. Als we nu gewoon drie afzonderlijke gebouwen hadden, dan was het rekensommetje heel makkelijk te maken omdat je gewoon drie objecten hebt. We kiezen juist in de planvorming in het delen en gezamenlijk gebruiken van ruimtes. En daar moeten we op een gegeven moment een keuze maken van hoeveel procent is voor BTW compensabel en hoeveel niet. Daar zullen we ook met extern advies ondersteuning in krijgen en dat ook afstemmen met de Belastingdienst om daar uiteindelijk het ook met elkaar over eens te zijn. Op dit moment is dat nog niet bekend. We streven er wel naar om dat zo gauw mogelijk begin volgend jaar mee aan de slag te zijn. Volgens mij was het antwoord over de normkosten bouwbesluit voldoende toegelicht. Volgens mij had ik dan de resterende vraag. Of... Dank u wel voor de toevoeging, meneer Laroy. Ik krijg nog even de commissie rond. Mevrouw Lasje. Ja, dank u voorzitter. Ik ga even checken of ik de vraag of de duurzaamheid goed begrepen heb. Want de bedoeling van onze vraag was, de duurzaamheidsmaatregelen vallen die binnen die 3,3 miljoen. De wethouder zei van, als er een ander voorstel is, dan krijgt u daar nog. Als er iets anders is, krijgt u nog een voorstel. Dus is het de bedoeling dat die duurzaamheidsmaatregelen binnen die 3,3 miljoen vallen? Dat is eigenlijk mijn vraag. Wethouder? Nee, mevrouw Lasje, die zullen daar deels in zitten, omdat we die warmte-koude opslag hebben in de Rabobank, die we gaan benutten. Daar is al een bedrag voor geraamd wat dat gaat kosten om die op te peppen. Ik doe iets uit mijn hoofd, 70.000, 80.000 euro. Kijk, dat is weer mooi. Dat zit er wel in, maar extra zonnepanelen zitten daar bijvoorbeeld nog niet in. Dus op de daken. Om daar... Maar nogmaals, u krijgt straks een voorlopig ontwerp in januari. Op basis van dit verhaal van normbedragen, bouwbesluit. En wat er dan extra
misschien, en misschien valt het wel mee, is er helemaal niks extra's nodig. Wat er extra nodig is om het verhaal energie-neutraal te maken. Maar dat krijgt u in januari bij de twee voorlopige ontwerpen. En dan horen wij heel graag van de Raad welke u uitgewerkt wil zien. En dat wordt dan ter besluitvorming in april voorgelegd. Gaan we nog even verder? Nee, dan gaan we over naar het opinierende gedeelte. En wie mag ik daarin als eerste het woord geven? Meneer Koetsier, CDA. Dank u, voorzitter. Nou, laten we allereerst beginnen met te danken voor het haalbaarheidsonderzoek. Het rapport is wat ons betreft goed te lezen. En zoals eerder gezegd, het gaf ons ook op veel vragen antwoord. De ambitie om voortzetting van een middelbare school in onze gemeente spreekt de CDA-fractie erg aan. Het geeft onze gemeente meer vitaliteit en het trekt jonge gezinnen naar onze kern. Positief dus. De kwaliteit van het onderwijs staat voorop wat ons betreft. Realisatie in het middengebied van uw leuze biedt ook veel voordelen. Sowieso onderwijskundig, omdat er dan tal van kansen ontstaan voor een duidelijke profilering van de school en voor samenwerking met andere faciliteiten in het middengebied. Hiermee zal mogelijk ook een aanzuigende werking ontstaan voor leerlingen uit de kernen om Nieuw-Leuzen. Financieel is de realisatie van nieuwbouw een grote investering. Vandaar ook een aantal vragen vanuit onze fractie. Er zijn twee punten die wij mee willen geven die wij wel een belangrijke basis vinden. Naast de hoge investeringen voor de CDA-fractie een gezonde exploitatie noodzakelijk straks in de besluitvorming in het voorjaar. De tweede is de mogelijkheid van flexibiliteit van het pand belangrijk is. Dat kan bij uitbreiding zijn, maar ik wil daar ook bij opmerken dat mocht toch het leerlingenaantal in de toekomst tegenvallen en je wilt het pand bestemmen voor een andere bestemming, dan moeten daar ook mogelijkheden voor zijn. Nou, die twee punten willen wij graag meegeven en het geheel overziend staan wij positief ten opzichte van de ontwikkelingen zoals geschetst. Dank u. Dank u wel, meneer Koetsier. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Dank u wel. Ja, ik zal er ook niet veel aan toevoegen. We zijn blij met het voorstel, dat is ook een goed voorstel. We blijven wel wat kritisch op de toch in onze ogen wat bovenmatige toewijzing in de termen van budget. Vooral omdat je toch ook mag veronderstellen dat hier in dit WOC veel zaken gecombineerd zouden kunnen worden. En dat zou je uiteindelijk van mogen verwachten dat het daarmee leidt tot een goedkopere oplossing. Uiteindelijk worden gymzaal bijvoorbeeld ook gemeenschappelijk gebruikt en hoeft die hier niet apart geïnvesteerd te worden. Maar goed, dat leidt kennelijk nu op dit moment niet tot een lagere budgettering. En verder snap ik de ambitie die uitgesproken is heel goed, zeker wat betreft ook de duurzaamheid. Dus die wordt ook voluit onderschreven door ons en dat is het wat ons betreft dan ook positief op het voorstel. Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Ik kom maar niet meer terug op die 10 miljoen wethouder. Toen ik dat als eerste noemde, toen er een dikke 1 miljoen voor de Rabobank werd gevraagd, toen werd ik uitgelachen. Maar dat komt toch wel aardig in de buurt van boven de 10 miljoen. D66 is voor goed onderwijs, voor sport en voor cultuur. Wij hebben wel de nodige vragen gesteld bij de noodzaak tot nieuwbouw van zowel de sporthal als het Agnietencollege. Maar inmiddels is door de Raad daartoe in principe besloten. En wij vinden, als je het doet, dan moet je het goed doen. Wij zijn blij met de combinatie van drie elementen, onderwijs, sport en cultuur. En we hebben ook steeds benadrukt dat het basisonderwijs snel moet aansluiten. En dat ziet er goed uit en daar zijn we blij mee. En dan zijn we waarschijnlijk ook ervoor om een flexibele, duurzame variant van de bouw te kiezen. We zijn in afwachting van de meerprijs. Maar dat lijkt me logisch dat we daar waarschijnlijk voor gaan kiezen als de markt niet overvraagt. Naast dit alles dringen wij aan op een solide en goed uitgewerkte exploitatie. Heel veel geld investeren is één ding, maar dan moet het voor de gemeente geen schip van bijleggen worden. Daar moeten we wel zeker van zijn. Onder die condities zijn wij zeer enthousiast. Stemmen we in.
Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Veldhuis. Dank u, voorzitter. Het haalbaarheidsonderzoek ziet er wat ons betreft goed uit. Dank daarvoor. We staan positief tegenover de nieuwbouw van het Agnieten College. Hiermee behouden we middelbaar onderwijs in Nieuw-Leuzen en daarmee in de gemeente Dalfsen. Integratie met het WOC-campus is wel bijna een voorwaarde, omdat daardoor de gedeeld gebruik van de voorzieningen, de sporthal, de kantine van de school, bibliotheek, etc., de uiteindelijke kosten van de realisatie van de WOC-campus beperkt kunnen worden. Ook wij vonden dat jammer dat we dat niet goed terug zien komen, die synergie tussen al deze onderdelen. Het feit dat het Agnieten College ook een eigen inbreng heeft, is in lijn met de uitgangspunten voor het realiseren van cultuurhuisconcepten. Vraagpunt in deze is natuurlijk wel of die inbreng op de genoemde manier ook daadwerkelijk gehaald gaat worden. We zien eigenlijk in de eerste berekeningen in het rapport die nog onvoldoende terugkomen. Voor de rest zullen wij instemmen met dit onderzoek. Dank u wel, meneer Veldhuis. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals te verwachten, want de vorige keer hebben wij nadrukkelijk gevraagd om die plek van het Agnieten College. Dus zoals te verwachten is de fractie van de ChristenUnie enthousiast over het voorliggende voorstel. Onze vragen naar de financiën doen er helemaal niks aan af. We waren en we zijn een warm voorstander van het combineren van functies. En integraal werken in de combi van cultuur, welzijn, sport en onderwijs. Het is al vaker gezegd, dit is een unieke kans voor Nieuw-Leuzen en voor het behoud van het voortgezet onderwijs. Het past bij de ambitie om een leefbaar dorp te zijn en te blijven. We zijn blij met de positieve insteek van het Agnieten College, om daar waar het kan een eigen bijdrage te leveren. Hoe precies, dat wordt nog uitgewerkt. Een kleine kritische opmerking, het is nog wel wat onduidelijk over de investeringen voor de duurzaamheid. Die hadden we liever nu in het hele bedrag gezien. Maar dat komt nog goed, heb ik gehoord. De planning overziende zit de vaart er goed in en worden de drukke maanden. Gelukkig maar, zou ik willen zeggen. Telkens als ik langs de oude Rabobank fiets, en dat is meerdere malen per week, dan denk ik, wat staat het er leeg bij? Voorzitter, we kunnen instemmen met dit voorstel. En we wensen iedereen veel succes met de uitwerking en op naar de volgende stap. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Lasje. Meneer Schuurman, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Als raad hebben we gesteld dat we belangrijk vinden dat middelbaar onderwijs beschikbaar blijft voor de jeugd van onze gemeente. Dat betekent dat we als gemeente de verplichting hebben om te zorgen voor de noodzakelijke stenen. Door de beslissing om de herontwikkeling van het middengebied op te knippen, zorgen we ervoor dat er per deel een goed afgewogen beslissing genomen kan worden en een besluit kan worden genomen op elk onderdeel. Af en toe is het niet mogelijk om het al in één onderdeel te zien, maar dan moet je het totale plan bekijken. Maar we zitten nu weer bij het punt waarbij we teruggaan naar deze fase. Door de nieuwbouw van het Agnieten College te laten plaatsvinden bij de WOC Campus, krijgen we een unieke kans om samen te werken en een modern gebouw neer te zetten, om zo goed gebruik te maken van alle ruimtes die we nodig zijn. We merken dat alle partijen de kansen hierin zien om goed te willen samenwerken en vooruit te willen. Op deze manier zijn er samenwerkingsvoordelen te halen, want er is geen aparte sporthal meer nodig. Als er een werkstuk gemaakt moet worden, zit de bibliotheek een paar meter verderop. En dit zorgt ook wel voor een aandachtspunt. Een campus is een open gebied, maar we kunnen ons wel voorstellen dat er goed nagedacht moet worden over de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de kleuters, de kinderen en alle andere gebruikers van de WOC-campus. Het geheel betekent dat de ruimtes beter gebruikt kunnen worden en ook de vorm waarin dat moet gebeuren is ingeregeld. Door de beheerstichting een rol te laten spelen, wordt er gezorgd voor een goed overal beheer van het gebied en de gebouwen. Het is belangrijk dat het bestuur van de stichting bij alles wordt aangehaakt, zodat iedereen dezelfde taal spreekt en men begrip heeft voor elkaars meningen en wensen. Niet alles zal kunnen, maar oprecht luisteren en rekening houden met elkaar moet het uitgangspunt zijn. We hebben nog eens goed door de kalender gekeken en die stemt ons positief. Er ligt een strakke tijdsplanning en dat zorgt voor de noodzaak om een beslissing te nemen. Heel goed, maar ook een aandachtspunt. Het is van belang om alle punten goed te raken, zodat we niet aan het einde van het tijdspad ergens moeten zeggen, hadden we maar. Een punt waar we ook aandacht op willen vestigen is de mogelijkheid om uit te breiden. Is eigenlijk al besproken en hoef ik verder dan ook niet uit te leggen.
Duurzaamheid was bij ons ook nog een punt waarvan we hebben gezegd van dat is wel erg belangrijk. Aan de andere kant, in oktober is er al vastgelegd dat een en ander via de BEN-norm zou gaan plaatsvinden. En dat betekent dat je een hogere ambitie hebt voor dit deel. Dus ja, we wachten het met smart af. Samenvattend, heel goed stuk. We stemmen in en we vragen aandacht voor de volgende punten. Samenwerking en het begrip hebben voor onderlinge belangen. De snelheid van de beslissingen en niet te snel. De uitbreidingsmogelijkheden en de duurzaamheid van het gehele project. Dank u wel. Dank u wel, meneer Schuurman. Ik zie u knikken, meneer Vrieuw. U wou het woord. Als dat van u mag, ja. Nou, ik wil de commissie heel hartelijk bedanken voor de lovende woorden die gesproken zijn over de kwaliteit van het rapport en het onderzoek. Ik heb goed begrepen en goed verstaan dat u een goede en gezonde exploitatie belangrijk vindt, dat de flexibiliteit van het pand van groot belang is, niet alleen het gebruik, maar ook het pand zelf, en dat u de synergie die daar tot stand kan komen ook heel belangrijk vindt. En meneer Schuurman, wij zijn ons heel erg bewust van de sneltreinvaart die erop zit. Dat brengt risico's met zich mee. Dan moeten we soms wel eens een gesprek extra met mensen voeren. Dat hebben we er graag voor over. Maar ik heb vroeger thuis al geleerd, als hadden komt, is hebben te laat. Dus we proberen heel alert te zijn. Dank u wel, voorzitter. Ja, u maait mij het gras al een beetje voor de voeten weg. Ik hoef wel weinig meer samen te vatten. Dank daarvoor. Al met al concluderend, kan ik zeggen dat u nog een toezegging gedaan hebt naar de ChristenUnie om een overzicht van de kosten tot nu toe op papier te zetten en dit met ons te delen. Ja, de gezonde exploitatie, onderwijs, sport, welzijn, dat het heel erg belangrijk is. Goede samenwerking, begrip voor elkaar. Dat heeft u zelf eigenlijk allemaal al teruggehaald. En dit overschouwende kan ik zeggen dat dit als een hamerstuk naar de raadsvergadering van volgende week kan. En dan gaan wij verder met punt 5 van de agenda. Uitbreiding vliegveld Lelystad. Meneer Meijering komt weer terug in de vergadering en zijn partner gaat weg. Uitbreiding vliegveld Lelystad, tussen haakjes Zwolle. Verantwoordelijk wethouder de heer Van Leeuwen. Informerend. Dit onderwerp is geagendeerd voor bespreking in de commissie op verzoek van de totale gemeenteraad. De notitie van de heer Van Es is aangevuld met een notitie van het college. De commissie kan kennis nemen van de problematiek en de voorgestelde aanpak van het college. Vorige week is in de raadscommissie besloten om ook de schriftelijke vragen van de heer Rooijakkers van D66 aan de stukken toe te voegen. De beantwoording van die vragen staat er ook. Ik wil dit graag in één ronde behandelen, dus zowel uw vragen als uw opinie in één keer. En voor deze vergadering is door de heer Rooijakkers gevraagd aan mij om als eerste het woord te mogen voeren, omdat hij ons ook nog wat wil laten zien voordat hij met zijn vragen en opinie komt. Dus als eerste wil ik meneer Rooijakkers het woord geven. Dank u wel, voorzitter. Eerst eens wil ik de raad hartelijk bedanken voor dat men onze schriftelijke vragen en de reactie erop van het college vandaag bij de discussie wil betrekken. En ik heb het woord gevraagd als eerste omdat onder andere wij als deze sessie het onderwerp op de kaart hebben gezet en we graag een paar informatieve dingen willen laten zien. Joost die heeft, de heer Leegwater de griffier. Die heeft twee hele korte informatieve filmpjes en een plaatje. Er is heel veel bekend over dit onderwerp. Er staat op de alderstafel staat er heel veel. Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium heeft heel veel films. En dit is een
een soort simulatie. Hier zit geen geluid bij, maar daar linksboven ziet u de DB's. Er is niet zoveel aan te zien. U ziet hier het vliegtuig aankomen op de normale route. Dat gaat zo aan de zuidkant van Dallassen langs, ongeveer over Honorst. En straks kunnen we een plaatje zien dat het daar waarschijnlijk al tot 3000 voet is gedaald. Maar dat is een ander plaatje dan de manipulatoren van de Alderstafel hier laten zien. Maar dat andere plaatje ziet u straks. Hier gaat het om Zwolle heen en dan gaat het zeg maar bij Kampen langs en dan gaat het omlaag naar vliegveld Lelystad. Kijk, en volgens deze plaatje zit je hier op 3000 voet, dus ongeveer een kilometer. Straks dan ziet u een filmpje waarin ongeveer op deze hoogte vlakbij Kampen langskomt. En dan hebt u een idee van waar we het over hebben. Nou gaat hij hier omlaag naar Lelystad. Ik denk dat u zo wel een indruk hebt waar het over gaat. Wat mij betreft kunnen we nu, zeg maar ook in verband met de tijd, dan hoeven we geen pauze in te lassen straks misschien, kunnen we het plaatje laten zien. Dat komt uit de MER-rapportage wat in de Alderstafel zit. En misschien dat je, als het hele scherm is, dan kun je dat grafiekje aan de onderkant ook nog zien. Dit komt uit die MER-rapportage van de route die zeg maar als voorkeursroute is aangegeven. En daar zie je rechtsonder dat cirkeltje. Dat is het soort wachtpatroon. Daar hebben we het al eens eerder over gehad, zo'n beetje boven de Lemelenberg en zo. En dan zou het de daalvlucht ingezet kunnen worden. En dan ben je daar bij Dallassen. En dan zie je daaronder in het grafiekje van de hoogte, die groene lijn is de daallijn. Dan zie je al bij Dallassen dat hij dan ongeveer op de 3000 voet gaat komen. En dat is het meest verontrustende deel van het hele verhaal. Kijk, en die rode lijn, dat zie je, dat is de stijglijn. Want de stijgende vliegtuigen gaan steiler omhoog en gaan eerder naar hoogte. Dalende vliegtuigen gaan daaronder door. Dus jullie zien hier, zeg maar, waar wij onze zorgen over hebben. Dat, zeg maar, door het Vechtdal, over Honorst en vlak langs Dalsen heen, zeg maar, al op 1000 meter hoogte gevlogen mag en kan worden. En dan heb ik nog een klein kort filmpje. Maar er staan er tientallen op hoor. Ik hoop dat het geluid goed overkomt. Dit is namelijk een filmpje zoals gezien aan de rand van Kampen. En als u dan oplet, dan ziet u hier dat het op 2000 meter, dus op 2 kilometer afstand, en dan 914 meter hoog. Dus dat is, er is nog een, zeg maar, horizontaal 2 kilometer. En dat is best een end. Dus dat zou betekenen ongeveer vanaf het dorp Dallassen, zeg maar, richting route. Nou, ze hebben hier mooie vogelgeluiden onder gezet. Daar komt de vliegtuig. Kijk, als je er dan onder zit, dan heb je een heel andere belevenis. Dat kan ik u beloven. En dit dan ongeveer één keer per 5 minuten, 6 minuten in het hoogseizoen. En dat hoogseizoen, dat is voor vliegveld Lelystad de zomer, want het is voornamelijk voor vakantievluchten bedoeld. Nou, ik denk dat dit wel een indruk geeft, maar er zijn best wel veel van die filmpjes. Dan geef ik nog een opinie, voorzitter. U heeft gevraagd, laat ik gelijk door wilt, dus sorry. Wij zijn blij met de notitie van de gemeente bij het onderwerp en de beantwoording van de schriftelijke vragen. We snappen niet dat het college Hellendoorn er niet bij betrekt, maar ter informatie, inmiddels is de wethouder Thomas Walder van D66 al aangehaakt, dus dat komt goed. Ik heb twee vragen. Heeft de wethouder al antwoord van de gedeputeerde Lievers met betrekking tot het gevraagde onderzoek? En de tweede vraag is, heeft de wethouder inmiddels informatie uit de gehouden en ingelaste Alderstafel van 7 december jongstleden? En kan hij dat met ons delen? Ik constateer tevens dat er steeds meer
aandacht voor het onderwerp is, ook in de pers, maar wij worden als D66-Dalsen benaderd. Er komen steeds meer deskundigen bij ons. Die melden zich om met ons mee te doen in de actie. We hebben een fantastische deskundige op het gebied van de luchtverkeersleiding inmiddels. En ook een geluidsdeskundige die bij Defensie met pensioen is gegaan, die wil ons daarmee komen helpen. Dus dat is, zit op de goede lijn. Wat dat betreft zijn we het helemaal eens met mevrouw Veldhuis en we zijn ook voornemens om te blijven prikken. We hebben vragen gesteld in de Provinciale Staten. En idem roepen we alle andere partijen op, vooral de landelijke partijen, om hun woordvoerders in Den Haag te benaderen. En mogelijk ook Kamerleden uit de provincie. En misschien ook kandidaatkamersleden. Misschien kan meneer Van Martels nog wel het meenemen in zijn verkiezingscampagne. En verder kondig ik aan dat D66-Dalsen ook in het kader van het blijven prikken en het helpen binnenkort komt met een landelijk uit te rollen petitie via internet en social media om het luchtruim voor de aanvliegroute voor Lelystad beter in te delen. Voor milieu, rust en veiligheid. Dat was het, voorzitter. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Wie mag ik als tweede? Meneer Nijburg, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. Ja, twee vragen en een opmerking. Ik heb erboven gezet, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. En dat heeft niet te maken met het college, maar met de landelijke planning van die luchtroutes. En de vragen zijn in de eerste plaats, het kernprobleem blijkt een beetje te zijn dat er geen MER-rapportage aan ten grondslag ligt. Is dat zo? Dat is vraag 1. Is dat, zeg maar, de sleutel? En hebben we ondertussen gehoord dat er uitstel is, dat het een jaar allemaal wordt uitgesteld. En de vraag die daaraan gekoppeld is nu helder welke mogelijkheden er allemaal zijn? Staat het nu op een rij? Ik heb van alles gezien, er staat van alles in de stukken. En ik vroeg me daarbij af, ja, is die alderstafel naar de sleutel of moet je dat op andere plekken zien? Is die alderstafel misschien toch minder belangrijk dan wij denken? Dat zijn de vragen. Maar ik ben blij met de actie van het college. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Schuurman, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. In deze tijd waarin participatie van de burger voorop hoort te staan, is het vreemd dat het tot voor kort maar een handjevol Dalsenaren op de hoogte was van de effecten die door de uitbreiding van het vliegveld Lelystad op ons afkwamen. In onze en zeker ook in naburige gemeenten is er weinig bekend op wat er op ons afkomt. Lawaai, milieuverontreiniging en extra veiligheidsrisico zijn belangrijke negatieve effecten van de beslissing om vliegveld Lelystad meer en meer te benutten dan tot nu toe het geval is. Veel beslissingen zijn op landelijk en provinciaal niveau al genomen en naar het lijkt onomkeerbaar. Echter hebben onze collega's in de Raad en enkele direct betrokkenen, zoals de heer Van Nes van Aeroclub Zalland, flink aan de provinciale bel getrokken om de plannen ruimer bespreekbaar te maken en inspraak te kunnen krijgen. De notities in de bijlagen zijn goed onderbouwd en geven een beter alternatief aan dan de huidige plannen. Door uitstel van de startdatum, 2019 in plaats van 2018, waarop de eerste vluchten op Lelystad binnenkomen, ontstaat er hopelijk ruimte om wijzigingen aan te brengen in de vliegroutes en of hoogtes, om op deze manier een breder draagvlak te krijgen en vooral de overlast te beperken. We kunnen het voorstel ondersteunen om een MER-reportage te laten opstellen voor de impact op het Vechtdalgebied. Mocht dat niet realiseren zijn in de resterende tijd, dan is het misschien mogelijk om ons gebied te toetsen aan de MER die al is opgesteld voor het gebied ten westen van Zwolle. De inzet van het college om op welke manier dan ook invloed op de plannen te krijgen, waarderen we zeker. Als Dalfsen moeten we zorgen dat we gehoord worden en een eenluidend geluid afgeven. Het kan niet zo zijn dat je als inwoner van het Vechtdal zomaar honderden vliegtuigen over je dak krijgt en er niets van kan en mag vinden. Een vraag die we nog hadden zetten nu redelijk op deze plannen in. Is er ook nog een mogelijkheid voor een plan B? Dus is er nog een ander alternatief om toch nog aandacht te krijgen? Dat was het, voorzitter. Dank u wel, meneer Schuurman. Meneer Kouwen, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben het in de fractie ook uitgebreid gehad over dit onderwerp. En bij ons kwam een andere metafoor naar boven. Dalfsen als Belmen van het Vechtdal. Een schrikbeeld van overlast. Nou ja, zeker als je verneemt wat de praktische gevolgen zijn van vliegtuigen op 1000 meter hoogte.
Zoals in het filmpje al bleek, kun je in geval van een gesprek buitenshuis al niet meer normaal verder praten als er een vliegtuig overkomt vanwege het hoge geluidsniveau. Dus een groot inbreuk op het leefgenot van in onze gemeente. Uitbreiding van vliegveld Lelystad, of Lelystad Zwolle, hè, zoals u wilt, zal er waarschijnlijk wel komen, ook met enige vertraging. Gelukkig blijkt er ten aanzien van de vlieghoogtes letterlijk nog wat ruimte. De CDA-fractie is daarom blij met de lobby die op gang is gekomen en de inhoudelijke inspanningen met in bijzonder de Boeing-piloot Adriaan van Nes uit Delft. Vanuit het CDA zijn er binnen de partij inmiddels ook verschillende afdelingen aangehaakt en is ook onze Tweede Kamerfractie op de hoogte gebracht. Voor ons zijn er drie hoofdredenen om de lage vlieghoogtes over Dalfsen te willen voorkomen. Allereerst de negatieve gezondheidseffecten voor iedereen die in onze gemeente woont, werkt en recreëert. Ten tweede de economische gevolgen voor bewoners, bedrijven en toerisme in het bijzonder. Dalfsen zal voor de huidige en toekomstige bewoners, bedrijven en toeristen niet aantrekkelijker op worden. Tot slot de mogelijkheden voor Aeroclub Leemleveld. Sluit ik af met te zeggen dat de CDA-fractie het wenselijk acht om samen vanuit Dalfsen een krachtig eenduidig signaal af te geven. Sluit ons aan bij zowel de roep om nader onderzoek als bij verdere lobby om overlast uit het luchtruim te voorkomen. We zaten zelf te denken als fractie, kunnen we vanuit de gemeenteraad nog een actie doen? Bijvoorbeeld aanvullend op de petitie van D66 landelijk. Ik hoor graag hoe de andere fracties hier over denken. We sluiten ons aan bij de vragen die reeds gesteld zijn. Dank u wel, meneer Kouwen. Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. In het begin hadden we even de zorg dat het mogelijk zou kunnen zijn dat het hier gaat om een not in my backyard discussie. Want daar houden we in het begin niet zo van. Want als je alleen de routes verplaatst, wat aanvankelijk ook even naar orde was, ja, dan ben je dat eigenlijk aan het doen. Dus we zijn ook blij dat er nu dus wordt ingestoken op een verbetering van de vliegroutes en met name verhoging van die banen, van die corridors, zodat dat voor de hele regio in ieder geval een verbetering zal opleveren wat betreft geluidsoverlast en anderszins. Dus in die zin zijn we blij dat het die kant nu opgaat. We zien aan de andere kant ook wel, we zien ook nog wel dat de provincie Overijssel en mogelijk ook gemeente Dalfsen niet helemaal alert is geweest in de aanloop naar dit onderwerp, want het is natuurlijk al in een vrij vergevorderd stadium op het moment dat we het er nu over hebben. Maar we zijn het overigens wel heel graag eens met het voorstel zoals het hier nu ligt, stevig inzetten, kijken wat je nog kan doen en die vlieghoogtes. We zijn dus graag eens met het voorstel zoals het er nu ligt en door het college is gedaan. Dank u wel, meneer Wildvang. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Allereerst, de ontwikkeling van vliegvelden is natuurlijk van groot belang voor de economie. Daar zijn wij op zich niet op tegen. Met de uitbreiding van het vliegveld Lelystad verwachten we dan ook een positief effect hiervan op de regio. Zeker nu de luchthaven gepositioneerd wordt als vliegveld Lelystad Zwolle. Maar het moet wel zo zijn dat de overlast tot een minimum beperkt blijft voor de inwoners van de gebieden die overlast kunnen ervaren. Het voorstel wat er nu ligt van de heer Van Es laat zien dat er met minimale aanpassingen een goed alternatief ligt dat voor alle betrokkenen positief uitpakt. We scharen ons dan ook achter dit voorstel en vragen het college dit zo uit te dragen in de verschillende overleggremia die op de agenda staan. Wat voor ons vooral nodig is de nog ontbrekende MER-rapportage. Deze moeten wat ons betreft komen. Het is een hard gelach als we hier op de grond klimaatneutraal willen zijn, terwijl boven ons alle aanzet daartoe in een paar vluchten teniet wordt gedaan door te lage vlieghoogtes, terwijl de alternatieven voorhanden zijn. Vraag die overblijft is hoe we invloed kunnen uitoefenen bij de uiteindelijke landelijke politiek. Kortom, is er nog wat aan te doen of is dit al besloten en ligt alles al vast? Waar we nog niet de zere vinger op hebben kunnen leggen, is wat de heer Wildvang net ook al aangaf, van is of het juist is te veronderstellen of we hebben liggen slapen. We krijgen het idee na het lezen van de stukken dat de kop van Overijssel wel betrokken is geweest bij de totstandkoming van de huidige plannen en deze gebieden niet. En voor de rest vinden we de aanzet die het college heeft gemaakt vinden we prima. Scharen was ook helemaal achter. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Van Leeuwen, mag ik u het woord geven voor de beantwoording van de vragen en misschien een reactie op wat suggesties?
Nou, het is ook wel fijn om te horen dat de commissie achter de stappen staat die inmiddels door het college zijn genomen. Voor wat betreft de vragen van D66, de heer Rooijakkers, is er al antwoord van de heer Lievers? Nee. We zijn er vorige week achterheen geweest en ik garandeer u dat die deze week weer aan zijn vestje getrokken wordt. Hellendoorn niet aangesloten. Nou, u heeft ons juist daarop gewezen dat Hellendoorn en Raalte, een klein stukje Raalte, daar ook onder vallen. Dus die worden na vandaag ook op de hoogte gesteld van deze notitie met alle bijbehorende bijlagen. Dus dat gaan we regelen. Is er info uit de alderstafel? Ja. Kan ik die met u delen? Dat weet ik niet. Dat moet ik nagaan, want ik heb dat via een bepaalde bron gekregen en dat moet ik eerst nagaan of ik dat zomaar met u kan gaan delen. Ik zou niet graag willen dat die bron opdroogt namelijk. Meneer Nijburg, ChristenUnie, er is geen milieueffectrapportage. Ja, dat weten we niet. Wij kunnen hem niet vinden. En wij hebben dus actie ondernomen. De vraag was niet, is er geen, maar is dat sleutel, draait het daarom? Ja, dat was het vervolg hierop. Draait het daarom? Ja, dat lijkt mij wel. Als je praat over gebieden als de Lemelenberg, het Vechtdal, dan moet daar een milieueffectrapportage op zijn, dan wel komen. Als die er niet is, dan zullen wij juridische stappen ondernemen om die alsnog te laten maken. En wij zullen daarbij niet schromen om stevige taal te gebruiken. Want dit kan niet waar zijn dat je ergens op tussen de 2000 en 1000 meter hoogte overheen gaat vliegen en dat je niet de milieueffecten in kaart hebt gebracht. Dat is onbestaanbaar voor het college. Is helder welke mogelijkheden er zijn? Nou, dat was nou juist de toezegging. U was daar ook van de gedeputeerde dat hij dat zou gaan laten onderzoeken. Wat er allemaal nog voor mogelijkheden zijn om op de besluitvorming invloed uit te oefenen. Daar heb ik nog niks van gezien. Daar gaan we ook deze week weer achteraan. Is die alderstafel zo belangrijk? Ja, dat weten we ook niet precies. Als ik zie wat daar besproken wordt, dan is dat meer een delen van zaken. De werkelijke beslissingen, de besluiten worden op een andere plek genomen. Die worden daar niet genomen, worden wel voorbereid. Dus invloed daar is wel van belang. Meneer Schuurman, die zegt, kun je dan niet de milieueffectrapportage westelijk op het oostelijk projecteren? Nou, dat denk ik absoluut niet, want dat is een totaal ander gebied. De effecten zullen ook heel anders zijn. Nogmaals, wij eisen dat er een milieueffectrapportage komt voor dit gebied. Die moet er zijn. En ik sluit niet uit dat de resultaten daarvan dusdanig zijn dat het niet een jaar wordt uitgesteld, maar dat er nog hele andere dingen moeten gebeuren. Ontbreekt die milieueffectrapportage, dan ben ik voornemens om tot aan de Raad van State te procederen. Want dit is gewoon een verplichting. Is er ook een mogelijkheid voor een plan B? Nou, als u een plan B zou hebben, ik hoor dat in elk geval D66 zelfs landelijk actie gaat ondernemen, petities. Ja, ik nodig de hele raad uit om daarbij aan te sluiten, om samen als raad, de heer Kouwen die deed dat ook, ja, gaan we elkaar om de tafel zitten en maak een stevige vuist alstublieft. Graag, iedere steun die wij krijgen is meegenomen. Ja, de heer Kouwen, daar sluit ik volledig op aan. Negatieve gezondheidseffecten, de milieueffecten die voor de natuur en milieu die negatief zijn, niet in de laatste plaats Aeroclub Salland. Economische gevolgen, ja, dat zal een beetje tweeledig zijn. Ik las vanmorgen in de krant dat onze oud-burgemeester inderdaad de naam Lelystad Kam of Zwolle zou willen hebben. Ja, in elk geval voor de bewoners hier en de leefbaarheid van onze gemeente is het zeer negatief. En het zou ook wel eens kunnen zijn dat de waarde van woningen wat naar beneden zou gaan. Ja, meneer Kouwen,
Ja, als ik daar op in mag gaan. Ja, het ging ons inderdaad ook met name wat de wethouder op het laatst zei. Waardedaling van woningen en ook aantrekkelijkheid als vestigingsplaats. Het is natuurlijk tweeledig, maar in dat opzicht is het ook interessant om te kijken wat de totale som is. Maar het is in ieder geval op individueel niveau zal het waarschijnlijk vaker nadelig uitvallen. Ja. Dat is onze verwachting. Ja. De heer Wildfank, het klopt. We gaan niet uit van het NIMBY-principe, maar wij zijn ervan overtuigd dat de plannen van de heer Van Es dan liefst nog goed gecontroleerd door mensen die van luchtverkeersleiding verstand hebben, waarvoor D66 ook al een suggestie heeft gedaan, een organisatie in Engeland, die we onder aandacht brengen en gebracht hebben van de gedeputeerden. Kijk, dat daar vluchtbewegingen plaatsvinden, dat is helder. Maar moet dat op deze hoogte? Dat is volgens ons niet het geval. En dat zou anders moeten. En die MER-rapportage is voor ons essentieel. Dat was het, voorzitter. Dank u wel, wethouder. U wou nog een... iets extra vragen, meneer Roerkes? Als ik kan, voorzitter, wil ik nog even aan toevoegen dat ik vergeten was te zeggen dat ik mede op verzoek van het CDA de filmpjes heb vertoond. Ik vond het wel zo netjes om dat nog even te vermelden. En ik wilde ook mijn vinger op de zere plek leggen. En niet mijn zere vinger ergens. Dat is namelijk dat ik zou niet alleen op de MER focussen. Ik denk dat het wel heel belangrijk is. Maar dat het onderzoek naar de betere inrichting van het luchtruim, dat kan ervoor zorgen dat je plan B krijgt. Want als je het alleen op de MER doet en de routes die liggen nu vast, we hebben nooit erover gehad dat die routes zouden kunnen veranderen, want dat is bij koninklijk besluit vastgesteld, dan zou je wel eens een groot probleem hebben. Dus het plan B, dat namelijk naar boven. Dat krijg je niet alleen door de MER, maar ook door een onafhankelijk onderzoek te laten vaststellen dat die mogelijkheden er zijn. En dat wil ik nog even benadrukken. En verder denk ik dat onze voorstellen om een petitie op internet te gaan, dat die los kunnen staan van een gezamenlijk raadsbesluit of wat dan ook over dit onderwerp. En een verzoek namens de hele raad aan de bevoegde instanties om er wat aan te doen. Dus ik zou dat zeker naast elkaar willen laten voortbestaan. Dank u wel voor de toevoeging, meneer Roerkes. Samenvattend, uw linkjes van uw filmpjes die komen op het RIS. Voor de rest heeft mevrouw Berghuis, en niet mevrouw Veldhuis zoals ze het noemen, ons een heerlijke chocolaatje geven. Dus ik neem aan dat u voor die spraakverwarring haar een rolletje chocola geeft. Dan is iedereen blij met de notitie. De gedeputeerde zal onze belangen verder behartigen bij de alderstafel. Of al met al dan de naam Lelystad Zwolle op dit moment gunstig voor ons is, dat is even een conclusie die ik trek. De MER-rapportage, daar zet u fors op in, wethouder. En ook de oproep van de verschillende partijen om landelijk voetsporen of hun vertegenwoordigers in de landelijke politiek te benaderen om ook het belang van het Vechtdal daar druk op te zetten en om tezamen iets te kunnen doen aan toch de verandering in hoogte zoals ze over ons heen komen om dat te realiseren. Al met al denk ik dat ik het zo samengevat heb en dat het college heel duidelijk heeft gezegd en ook weet hoe ze er verder mee aangaan en dat ze daar echt heel scherp op zullen zijn. Dat is de conclusie die ik trek. En daarmee agenda punt 6. Evaluatie activiteitentrein Dalsen. Verantwoordelijk in het college de heer Noten en de heer Agricola. Ook dit agenda punt is informerend.
En ook dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de gemeenteraad. Bij name van de heer Uitslag en de heer Nijkamp vroegen hierom in de raad van eind oktober. Welkom, meneer Uitslag. Er zijn twee portefeuillehouders op dit onderwerp. De heer Noten als het gaat om de evenementen. De heer Agricola als het gaat over het activiteitenterrein. Op het RIS is vandaag een beantwoording geplaatst van technische vragen van het CDA en een verslag van een gesprek met omwonenden. Ik wil het ook in principe in één ronde behandelen, dus zowel uw vragen als uw opinie. En als eerste zou ik eigenlijk naar de twee personen willen die als eerste hierom gevraagd hebben. Meneer Lochtenberg of meneer Uitslag? Meneer Lochtenberg kan het perfect verwoorden, voorzitter. Meneer Lochtenberg van het CDA. Ja, wij waren niet de twee heren. De andere meneer was de heer Nijkamp volgens mij. Maar... Nee, dat klopt, maar u was de eerste en u zou eerst het woord voeren. En nou komt meneer Uitslag binnen. Helemaal goed. Dank u. Ja, de situering van het nieuwe evenemententerrein heeft nogal wat voet in de aarde gehad. Iedereen wil een praktisch, veilig en goed te bereiken evenemententerrein. En ook het liefst op loopafstand. Maar ja, niet voor eigen deur. Uiteindelijk stemde deze raad in met het voorstel tot vestiging op de huidige binnendijkse locatie. De fracties van ChristenUnie en CDA vroegen om een evaluatie na een aanloopperiode van enkele jaren. Onze dank voor de nu voorliggende rapportage. Ook bedankt voor de snelle beantwoording van de door ons wel wat laat gestelde vragen. Afgezet tegen de omgevingsbelasting die in het algemeen rond evenemententerreinen is te verwachten, blijkt deze locatie redelijk geschikt voor de geplande grotere evenementen. Natuurlijk, er waren geluidsproblemen. Maar in goed overleg met de aanwonenden bleek in het algemeen een aanvaardbare geluidsbelasting te realiseren. Aandachtspunt blijft de beheersing van lage bas, zeg maar dreuntonen, bij met name het festival-evenement. De op een buitendijks terrein te verwachten problemen zijn inderdaad opgetreden. Dat naast een hoge waterstand van de Vecht ook regen voor grote problemen zorgt, was niet echt voorzien. Exploitanten hebben daar echt een punt. Daarnaast traden gevolgproblemen op van situering achter een dijk. Het meest in het oog springend de moeilijke toetreding door minder validen en de lastige aansluiting op de nutsvoorzieningen. Dan denken wij dat er veel is te zeggen voor een definitieve keuze voor deze locatie. Dat impliceert echter ook het professionaliseren van het terrein en de zaken eromheen. De lijst van aanbevelingen als besluit van deze nota is in dat licht bezien wat ons betreft veel te kort. Als eerste zouden minder validen het terrein ook onder natte omstandigheden eenvoudiger en vooral veiliger moeten kunnen betreden. Uit de beantwoording van onze vragen vandaag concluderen wij dat dit punt en de aangebrachte verbeteringen kritisch worden gevolgd door het college. We vragen ons ook af waarom in de aanbevelingen bij deze evaluatie geen enkele actie ter tegemoetkoming van de exploitanten is opgenomen. We doen een oproep aan het college om hier toch nog eens serieus naar te kijken. Ophogen van het terrein en draineren zijn niet aan de orde, begrepen wij. Een gedeeltelijke verharding met behulp van zogenaamde honingraadmatten wordt wel toegestaan door het waterschap. Hierdoor zouden geen of minder rijplaten nodig zijn en dat lijkt ons al een praktische tegemoetkoming die zeker de moeite waard is richting de exploitanten. Dan iets over het kostenplaatje. Hoewel de eigen buitendiensturen natuurlijk wel in beeld gebracht behoren te worden, lijken de jaarlijkse kosten op zichzelf niet extreem hoog. Maar er zit wel een puntje van aandacht in de adressering van de kosten. In de evaluatie wordt gesteld dat voor evenemententerreinen geen huur wordt gevraagd, bijvoorbeeld. Dat klopt niet. Bijvoorbeeld voor een gedeelte van het terrein in Lemelenveld, het gedeelte wat geen eigendom is van de stichting, wordt wel degelijk huur gevraagd. Alle zelfstandigen, nou vooral stichtingen zijn het vaak, betalen OZB,
Verder betalen ze allemaal zelf de kosten van nutsvoorzieningen, de verbruiken en de kosten van egalisatie, herinzaai en bemesting. Maar in Dalfsen neemt de gemeente die kosten voor haar rekening. Kortom, er zijn nogal wat verschillen tussen de verschillende dorpen. Wij vragen het college die verschillen eens naast elkaar te zetten en in overleg met die stichtingen zoveel mogelijk de verschillen weg te nemen waar dat kan. Ten slotte willen wij de enorme inzet van de zelfstandige besturen toch niet afstraffen, of wel? Dank u. Dank u wel, meneer Lottenberg. Meneer Nijkamp? Of meneer Nijburg, ja. Oké. We hebben ook gewisseld. Ja, dank voor de evaluatie waarom gevraagd is. We zien in de hele evaluatie aanleiding om 4 opmerkingen te maken. Of in ieder geval op 4 terreinen. Opmerkingen te maken. In de eerste plaats het aanzicht, dat is iets anders dan de ligging. Wij hebben opmerkingen gekregen dat vanaf de Popallee het soms ronduit rommelig is als je aankomt rijden en je ziet dan ja, van alles daar staan. En dat staat dan in schril contrast met het waterfront. En dan kun je afvragen of het aantrekkelijk is. Aan de andere kant is het in de buurt van het centrum en bij de kern. Dus dat pleit dan weer voor om toch die plek te handhaven. In de tweede plaats de omwonenden. Het is goed dat daar aandacht voor is. We zijn ook heel blij dat er gesproken is met omwonenden en dat er geëvalueerd is. Over het algemeen viel de overlast mee. Wij dachten dat elders verblijven, dat mensen dat echt moesten doen, maar dat blijkt niet noodzakelijk. Dat kan natuurlijk wel, het mag altijd. De bastonen, het CDA zegt, vormen een groot probleem. We zijn er ook voor om dat strikt en blijvend te controleren en te meten. En die evaluaties om die reden ook voor te zetten. Dat lijkt ons een goede gedachte. Dan iets over de ligging en de ondergrond. Ja, de risico's van het buitendijks opereren waren bekend. Volgens ons waren ook die problemen bij nat weer bekend. Niet zozeer van dit terrein, maar over het algemeen is de grond slecht als het nat weer is. Lastig toegankelijk voor op- en afbouw. Dus er zijn rijplaten nodig. En wij vroegen ons af eigenlijk met CDA van ja, hoe zit het dan met die kosten? Wie betaalt dat nou allemaal? En het is lastig toegankelijk voor minder verlieden, dus we zouden er ook voor zijn om daar wat aan te doen en te blijven doen. Vierde opmerking heeft te maken met de duurzaamheid van het terrein. Ja, is dat nou duurzaam als je er elke keer weer heel veel aan moet doen? Aan de andere kant kan ik ook zeggen, ja, het is relatief. Dus het is enerzijds, anderzijds, ik hoop dat iedereen ook voelt dat wij dat ja, proberen te wegen. En heel voorzichtig voeren we dan een pleidooi om toch nog eens in het achterhoofd te houden, te kijken naar de mogelijkheden bij het sportpark, waar we altijd voor hebben gepleit. Dat willen we niet weggooien, maar ja, om meteen te vertrekken, dat zien we ook wel dat het niet mogelijk is. Maar die opening zou er misschien toch nog wel toe kunnen leiden om daar eens verder te kijken. Tot zover onze reactie. Dank u wel, meneer Nijburg. Ik kijk even verder. Meneer Raamaker, gemeente Belangen. Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, voor ons de evaluatie van het evenemententerrein en de evaluatie met mensen van de organisatie, maar ook met de buren erbij te betrekken, vinden we een goede zaak en is ook een must wat ons betreft. Ik heb nog wel een vraag. Waarom wordt in december de evaluatie van 2016 niet meegenomen? Want ja, dan zijn we nog actueler, maar misschien kunt u daar nog een antwoord op geven. De ligging is goed voor de bezoekers, mooi kort bij dorp Dalfsen, maar de grond en de afwatering is daar op heden steeds nog een groot probleem. En wij zijn ook op zoek naar droge voeten. Het kost het college vele schietgebedjes om uit te kijken naar goed en droog weer. En heeft het college zelf nog een goede oplossing om weer aan droge grond te komen? De buren bij dit geheel te betrekken, dat is een goede zaak, maar dat is ook al door meerdere fracties gezegd. Ook gezien het gespreksverslag wat we vandaag hebben ontvangen, ja, dat we blijven kijken naar de overlast van geluid, is denk ik ook een goede zaak. Dan verder, alle kennen gelijk behandelen, CDA gaf dat ook al aan, dat is wat ons betreft ook een must. En zorgen voor een goede verlichting bij de op- en afrit, zeg maar, waar mensen naar binnen komen. En ja, zorg dragen voor dus die goede toegankelijkheid, ook voor mensen met een rollator, met een scootmobiel. Dat is eigenlijk toch wel het belangrijkste wat er is. Want ja, feest is voor iedereen. En ook zeker voor mensen die moeilijk, zeg maar, ter been zijn of gebruik maken van een rollator en een scootmobiel. Maar het belangrijkste is dat we droge voeten krijgen. En misschien heeft het college daar nog een oplossing voor. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Raamaker. Meneer Wulfsvang, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ik zal het kort houden. We zijn blij dat die evaluatie er ligt. Lag, moet ik misschien wel zeggen. Maar dat het er in ieder geval is. Goed om te lezen dat er weliswaar overlast is, maar dat dat meevalt. Dat is mogelijk ook te danken aan de handhaving die gedaan is. Dat is denk ik prima. Blijft eigenlijk over de grondproblematiek. Nou zijn wij niet zo van de schietgebedjes, dus wij stellen voor om toch iets meer in de concrete zin te doen. Dus die honingraadmatten, die spreken ons wel aan. Want dat is ook naast het gemeentehuis aangebracht in het stuk grond dat het direct aangrenzend is. Dus dat lijkt toch een goede oplossing te zijn. En we zouden inderdaad graag aandacht willen vragen voor de toegankelijkheid voor minder valide. Dank u wel. Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer Rooijakkers, D66. Er zijn al verschillende fracties die vele wijze woorden hebben gewijd aan dit onderwerp. En ik heb daar niets aan toe te voegen. Ik sluit me daarbij aan. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Voor ons is het activiteitenterrein voor de gemeente Dalfsen belangrijk. Het heeft een goede aantrekkingskracht op toeristen. Evenementen leiden tot meer activiteiten enzovoorts. Dus het is goed voor de lokale economie dat we evenemententerrein hebben. Rekening houden met omwonenden is natuurlijk van heel groot belang. Als ik alles ook zo hoor vanavond ook en ook wat wij gezien hebben in de evaluatie, stel je wel de vraag van in hoeverre is het evenemententerrein wat we nu hebben, is dat geschikt? Of moeten we misschien kijken naar andere mogelijkheden? En daar ligt onze vraag ook een beetje van is dit het terrein waar we vanuit moeten gaan of zijn er nog alternatieven voorhanden? Daarnaast denk ik dat het van belang is om te kijken van wat moet er gebeuren om als je dan het evenemententerrein hier wil houden. Wat moet je daar precies voor doen om ervoor te zorgen dat het goed is. Dus dat de verlichting goed is, dat de condities goed zijn, dat je goed overleg hebt met de omwonenden. En dat, dat willen we graag terugzien. Voor de rest vind ik het ook belangrijk om te handhaven tijdens evenementen. Op het moment dat er klachten zijn over een harde basgeluiden, denken we ook dat het handhaven hiervan ook van belang is. De vraag is in hoeverre dat gebeurt en of daar nog extra mogelijkheden toe zijn. En voor de rest hebben we kennis genomen van de evaluatie. Dank u wel, meneer Veldhuis. Dan ga ik richting college. Meneer Noten, mag ik u als eerste het woord geven? Ja, dank u wel, voorzitter. Er is natuurlijk gewoon sprake. Er is in formele zin geen sprake van overlast, maar er is wel degelijk voor bewoners sprake van last. Laten we dat gewoon wel helder formuleren. Als je daar woont en die volumeknoppen gaan open, dan is dat gewoon echt wel knap hinderlijk als je ramen in de spanningen beginnen te trillen en dat doen ze. Dus we hebben natuurlijk een aantal afbakeningen gemaakt. En die maken het, in ieder geval naar mijn mening, maken die het draaglijk. We hebben gezegd maximaal 5 grotere evenementen per jaar. En we hebben ook afspraken gemaakt over maximale decibels en decc's, of hoe die dingen ook heet. U weet wat het is. En daar handhaven we op. Er is door een aantal mensen gevraagd, maar er wordt op gehandhaafd. We hebben eigenlijk 1 evenement wat nu in 2016 voor de tweede keer over de normen heen is gegaan. Met name als het gaat om de bastonen. Dat is onmiddellijk geconstateerd en er is dan ook ingegrepen. Maar we gaan wel met deze organisatoren nu een gesprek voeren, want ik wil het eigenlijk gewoon geen derde keer meer hebben. Want er is een hele heldere voorwaarde die wordt gesteld aan de vergunning. En daar moet men zich gewoon aan houden. Dus het last-overlast vraagstuk verdient voortdurende monitoring. Dat is niet iets wat je los kan laten. Dus volgens ons binnen de perken, maar niet denken dat het geen probleem is. Zo is het niet. Een paar opmerkingen zijn gemaakt die min of meer aan mijn kant liggen. Allereerst is er iets gezegd over kosten. Dat is een vraagstuk voor het hele college natuurlijk. Ik hecht er wel aan om u te melden dat ik het wel interessant vind om over een tijdje binnen het college een keer te gaan nadenken over de verschillende aard van evenementen. Want een evenement ontwikkelt zich op een bepaald moment tot gewoon een commerciële activiteit. Dat is in onze ogen, in ieder geval in de mijne, kun je daar toch net iets anders naar kijken. Als een evenement een verdienmodel is, dan moet je misschien ook jezelf niet de vraag stellen of je daar niet gewoon de kosten in rekening moet brengen. Dus dat met betrekking tot de kosten.
Dus we moeten daarna een keer gaan kijken. En er zitten een paar evenementen tussen waarvan ik zeg dat er een verdienmodel op zit. En als er een verdienmodel op zit, dan moet dat niet ten koste gaan van belastingcenten, laat ik het zo zeggen. Dus dat is gehoord en daar gaan we nog een keer met elkaar goed over nadenken. Vanuit de ChristenUnie komt de opmerking over dat het aangezicht niet aantrekkelijk is. Daar kun je verschillend over denken. En nee, maar ik zeg dat even, omdat het natuurlijk ook iets feestelijks kan hebben juist, om bij zo'n dorp aan te komen te denken, oh, dat is wat te doen. Dus dat is ook mijn persoonlijke invalshoek. Het moet geen zootje worden, daar ben ik dan ook helemaal niet eens. Maar dat blijft een ingewikkeld argument. Daar staat tegenover dat heel nadrukkelijk ervoor gekozen is om juist een evenemententrein te hebben, waar met name voor familie-evenementen en plek is dicht bij het centrum. En dat is wel een geweldig voordeel van dit evenemententrein. En dat weet u zelf ook, als u al die fietsen hier ziet staan rondom het gemeentehuis. Dan is er ook echt sprake van feest. Wij zijn niet voornemens om andere locaties te onderzoeken. Er zijn heel veel locaties onderzocht in het verleden en ongetwijfeld zullen... Ik wens iedereen succes daarmee om dat te gaan doen, maar het college zit daar niet op te wachten op dit moment. Dat neemt niet weg dat er wel op andere locaties evenementen worden georganiseerd. Denk aan de Brinkweg, maar denk ook gewoon waar de grote feesten op dit moment plaatsvinden in Ankum of waar dan ook. En daar werken we dan wel aan mee, maar dat is een andere invalshoek. Kortom, het is een redelijk geschikt terrein. Ik weet niet wie dat zei, maar zo is het. Het is niet helemaal perfect. Er is de mate van last is beheerst, maar het is zeker niet voor de omwonenden een pretje. En we blijven zoeken naar mogelijkheden om die overlast kleiner te maken. Dat is in ieder geval een handhaving. Maar dat is ook, wat u heeft kunnen lezen in het verslag, wat we met de bewoners hebben gehad, ook nu gewoon strikter in de vergunning opnemen hoe het podium staat geplaatst. En dus ook de speaker staat geplaatst. Dat kan het lastig zijn voor de organisatoren, in termen van aan- en afvoer, maar het is wel fijner voor de mensen die hier wonen. Dus op die manier kunnen we nog slagen maken. Tot slot, meneer Ramaker, ik begrijp uw punt over hadden we 2016 niet mee kunnen nemen, maar de evaluatie is in juli gedaan. En toen was het seizoen 2016 gewoon nog niet afgelopen. Een paar grote dingen moesten nog gebeuren. En dat het hier zo laat behandeld wordt, komt omdat wij niet dachten dat u het ging behandelen. Dat was eigenlijk de reden. Voorzitter, tot zover. Dank u wel, meneer Noten. Meneer Griekela. Ja, voorzitter, dan blijven er een aantal zaken over die betrekking hebben op het terrein. Als je feest hebt op een terrein wat bestaat uit gras, is dat altijd kwetsbaar. En vooral in een tijd wanneer er veel regen valt. En natuurlijk, wij hebben hier wat last van extra kwetsbaarheid, vooral als de vecht omhoog gaat. En dat hebben we meegemaakt in 2014. En dat zijn dingen die overkomen je. En dan moet je met riemen roeien die je hebt. En dat is op dat moment ook gebeurd en het feest kon gewoon doorgaan. Maar toch, er zijn een aantal zaken door de raad genoemd en het ging over de grondproblematiek en de toegankelijkheid. Als ik kijk naar de toegankelijkheid van minder vlieden, dan is de opgang en afgang gemaakt conform de richtlijnen. Maar wat u als raad zegt, van ja, het geeft in de praktijk toch nog problemen. Dat komt omdat die opgang van gras is. Daaronder ligt wel honingraad. Maar daarbovenop ligt gras. We hebben deze week nog contact gehad, of vandaag nog contact gehad met het waterschap. Het waterschap heeft ons monding toegezegd dat wij in principe de opgang zouden mogen verharden met klinkers. Opgang en afgang. Maar als de mensen met een rollator of met een rolstoel dan op het terrein komen, dan ondervindt men weer diezelfde nadelige gevolgen, omdat het gras is. En als het ook iets nat is, dan is dat een extra handicap. Maar in wezen kunnen we en mogen we er nu wat te doen. Ook gesproken over de honingraadmatten op het terrein, waar men nu rijplaten legt, zouden wij eventueel ook die honingraadmatten mogen leggen van het waterschap. Dat is nu mondeling, is het vandaag ons toegezegd. Dus om die kwetsbaarheid wat op te vangen, zouden we die maatregelen kunnen doen. En als uw raad zegt van dat vinden wij belangrijk dat het gaat gebeuren,
dan willen we dat in werking zetten. En dan komen we in de voorjaarsnota met de vraag om middelen die daarbij nodig zijn. Er is ook gesproken over de kosten van dus de verlichting van de nutsvoorzieningen. Nou, die worden sowieso al door de organisatoren betaald. Wat zo net ook aan u naar voren is gebracht, is over de verschillen tussen de dorpen. Nou, ik kan u toezeggen, daar gaan we even naar kijken. En wat de burgemeester ook zei, als het een commercieel evenement is, dan, wij spreken, dan mogen de commerciële of de organisatoren van de evenementen ook staan voor de kosten die zich meedraagt. Onderhoud van het terrein, nou, wat dat betreft is dat redelijk te noemen. Ik heb ook even gekeken wat het onderhoud kost van de sportvelden. Nou, dat ligt vele malen groter in de kernen. Dus wat dat betreft, de onderhoudskosten die we nu te hebben gemaakt, die zijn laag in vergelijking van die kosten. Maar kortom, wat voor ligt, verharding opgang en met name de Honingenraad matten toepassen aan de buitenkant van het terrein, zodat we rond kunnen rijden, mag, is mogelijk. Maar daar hebben we wel extra middelen voor beschikbaar, want die zijn er niet. En nogmaals, zoals ik zei, als u het belangrijk vindt, dan gaan we mee in de gang en dan komen we met de financiële paragraaf met de voorjaarsnota. Tot zover, voorzitter. Dank u wel voor de beantwoording. Ik denk dat het over het algemeen duidelijk was. Ik zou alleen nog even kijken, want ik denk dat het vanuit de commissie vrij duidelijk was dat wat de honingraadmaten betreft verharden. U hebt er al toestemming mondeling voor van het waterschap. En u wilt dat in de voorjaarsnota doen. Maar dan komt u denk ik weer voor het seizoen of al in het seizoen te zitten. We gaan in maart, dacht ik, de financiële ruimte behandelen. Kan het daarin niet meegenomen worden? Nee, daar maak ik bezwaar tegen, want dat was over achterstallig onderhoud van de gemeente Financiën en dit is nieuw beleid. Ja, oké, maar dan zijn we wel voor het seizoen, hè, vandaar dat ik het even inbreng. Dan geef ik toch even de verschillende fracties even het woord hierover, hoe men erover denkt. Nog, wie mag ik het woord geven? Meneer Lachtenberg? Ja, dank u voorzitter. Ja, mooi dat. Ten eerste bedankt voor de antwoorden bij de collegeleden. Mooi dat er toch hier en daar mogelijkheden komen. Met name die op- en afgang voor de valide. Dat die beklinkend kan worden, dat biedt zeker perspectief. Als we daar in ieder geval kiezen voor niet al te geladen klinkertjes, want dat blijft natuurlijk een schuine opgang. En daarnaast de honingraadmatten die we gesignaleerd hadden, dat die toegestaan worden. Dat u daar werk van wilt maken, in ieder geval richting een begroting, dat trekt ons. Het lijkt er alleen wel op dat we die evenemententerreinen overal wil ik niet zeggen, maar hier en daar in watergaten plaatsen. Want er zijn meer terreinen die met laag water van doen hebben en die opgevuld zijn met vulzand. Ik neem aan dat u ook die eventueel bekende toegankelijkheid in zijn algemeenheid uw aandacht heeft. Dus niet alleen hier, maar dat kan op één of twee andere terreinen ook aan de orde zijn, dat u daar nog even meteen ook naar zou willen kijken. We willen hier geen watergates. Ja, en of het nou kan wachten, te al of niet erin die begroting, ik zie uw voorstel graag tegemoet. Ik heb uw toezegging in die zin goed in de oren geknoopt. Maar even naar te kijken wat er kan van het voorjaar. Dus, dank u voorzitter. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Ik dacht dat u nog even weer een nieuwe opinie ging doen, maar meneer Raamaker, gemeentebelangen. Nou, dat lang wachten van mij, daar moet ik niet zo lang op wachten. Ik had ook gevraagd, zeg maar, misschien iets opbouwen met goede grond die daar past. Maar dat zal misschien niet lukken. Maar die matten is natuurlijk wel een goed idee. Alleen, ja, als je dat nog eens weer een jaar verder uit moet stellen, dat lijkt me niet. Dat gaat volgens mij niet om zo'n grote bedragen. Dus wij zouden toch wel graag daar een beetje spoed achter zetten, want ja, feest moet je droog voet hebben, anders is de sfeer weg. Dank u wel, meneer Raamaker. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Ja, over aanzicht, voorzitter, valt natuurlijk te twisten of je dat mooi vindt of niet.
Dus dat doen we verder maar niet. Als het gaat om modderen, willen we niet mee gooien. Dus het lijkt verstandig om toch te wachten op het voorstel van de wethouder om daar iets aan te doen. Meneer Wildvang, Partij van Arbeid. Ja, ik haak een beetje aan bij wat meneer Raamaker zei over het lang wachten. Met een beetje creativiteit zou je dit ook achterstallig onderhoud kunnen noemen. Dus even zoeken naar oplossingen. Dank u wel, meneer Wildvang. Verder geen... Nee. Ziet u nog mogelijkheden, wethouder? Ja, voorzitter, wij zijn flexibel. En die zei van, ik zou ook graag het liefst voordat het nieuwe seizoen begint deze aanpassingen doorgevoerd willen hebben. Maar nogmaals, het kost centen. En in ieder geval van, dan kijk ik naar meneer Wildvang, ja, het is achterstallig onderhoud. Ja, en die zei van, daar zou ik het niet onder willen scharen. Want nogmaals, alle geld die we hier uitgeven, dat moeten we wel verantwoorden aan uw raad. Maar als u als raad zegt van, nou college, we hebben er alle vertrouwen in dat u dat op een goede manier doet. Maar we willen graag dat, dat het voorseizoen klaar is. Dan krijgt u van ons alle medewerking. En als u als fractie zegt van, dat vertrouwen hebben we, dan gaan we er voortvarend mee aan de gang. Lijkt mij een duidelijk antwoord. En als ik dat wat ruim interpreteer... dan komt dat voor elkaar. Maar dan komt er dus wel een voorstel. Het is niet zo van, ga uw gang. Een voorstel met spoed. Oké. Dit agendapunt afsluitende... hoor ik duidelijk dat de commissie blij is met de evaluatie die heeft plaatsgevonden. Dat er geen overlast is, maar wel last. Dat het college zich streng houdt aan de 5 evenementen per jaar. Aan de maximale decibellen en dat men handhaaft. Op straffen van eventueel weigering vergunning. Binnenkort dat het college wil gaan brainstormen over de toewijzing van de kosten naar de verschillende evenemententerreinen die binnen onze gemeente liggen. Dat zien we dan ook wel een informerend stuk van terug, denk ik. De toegankelijkheid van de middelen van validen, dat duidelijk verbeterd kan worden doordat zowel de opgang als de afgang... naar het terrein toe, maar als je weer terugkomt, is het net andersom, aangepakt zal worden. En dat u voortvarend te werk gaat met de honingraad matten om die te kunnen leggen. Maar dat we daar een voorstel van krijgen. Maar dat u er alles aan zult doen om geen seizoen te laten verliezen en dat voor het seizoen te kunnen doen. U wou nog even reageren, meneer Agricola. Voorzitter, voor alle duidelijkheid, dan komen we dus met de kredietaanvraag voor beide. Hè? Voor de Honingenraad en voor het aanpassen van opgang. Voor alle duidelijkheid. Duidelijk. Maar dan zien we dat voor het seizoen tegemoet. Dank u voor uw toezegging. En heeft de commissie dit ter kennisneming aangenomen, dit agenda... Die is dan nog maar heel kort. En dat is vaststelling besluitenlijst de data 14 november 2016 en 21 november 2016. Heeft er iemand opmerkingen over de besluitenlijst van 14 november? Nee. 21 november? Ook niet van toepassing. En dat is wel heel erg kort, want dan ga ik nu over naar punt 8. En dat is de sluiting om 7 minuten over 9.